De wet op de staatsschuld is een van de bronnen van de achteruitgang van de Surinaamse economie, zei VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet op de staatsschuld. Sinds 2010 is deze wet al 5 keer gewijzigd en is volgens Gayadin de reden waarom het land vandaag aan de dag met een enorme schuldenlast zit. En dat is voornamelijk gekomen doordat wij die voorwaarden die nodig waren om binnen die wet te scheppen, om dat te kunnen voorkomen. Voorzitter, daarom is deze wet dan ook begin van deze periode enigszins gewijzigd om alvast het regeren mogelijk te maken. Maar ik denk dat we nu op een punt staan waarbij een aantal zaken verder uitgewerkt moeten worden. En hier is er een ontwerp waarbij taken van het bureau verder zijn uitgewerkt. Er is geïntroduceerd een goede schuldstrategie, een leen- en schuldenplan. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser wees erop dat de wet op de staatsschuld een wet is met ingrijpende gevolgen voor de economie en de samenleving. Waarvan 2 keer door deze regering, en eigenlijk moet ik zeggen op instructie van IMF. De wet is in 2002 tot stand gekomen en daarna gewijzigd in 2011, 2016, 2017, 2019 en 2020. We moeten ons afvragen waarom deze specifieke wet meerdere operaties heeft ondergaan. De wet is allereerst, en ik vraag u bijzondere aandacht daarvoor, is in 2011 gewijzigd. Omdat het wettelijk obligo-plafond toen in juni voor de overname van de regering reeds was overschreden. De nieuwe regering toen heeft het roer in augustus overgenomen. Augustus 2010. Dus we kunnen heel wat zeggen over vorige regeringen. Maar goed, daarover gaan we vandaag niet praten. Parmisser benadrukte dat regeringen de stap niet zomaar nemen om de wet op de staatsschuld te wijzigen.